Dames en heren, goedenavond. Welkom bij To The Point. De kracht van het vertellen is ons thema voor vanavond. Het vertellen van een verhaal bevordert het gevoel van saamhorigheid en overdracht van normen en waarden, zegt men. Hoe werden kinderverhalen in het verleden verteld? Kinderverhalen werden verteld door moeders, vaders en grootouders. Dat gebeurde in de schaduw van een grote boom of in de avonduren op de veranda, wanneer de kinderen klaar waren met hun spelletjes. Door te luisteren naar verhalen en door verhalen te vertellen, leren wij begrijpen, denken, redeneren en onze gedachten formuleren, zeggen onderwijsdeskundigen. Onderzoek heeft aangetoond dat verhalen de vier vaardigheden, namelijk luisteren, spreken, lezen en schrijven, bij leerlingen helpen bevorderen. Zijn wij in staat om onze specifieke culturele rijkdom ook in verhalen tot uitdrukking te brengen? Wat zijn de belangrijke elementen voor het vertellen van een goed verhaal? Deze en andere aandachtspunten willen wij vanavond bespreken met de zeer bekende storyteller in ons land. Wij hebben te gast de heer Paul Middelijn, Master Storyteller. Ik heet de heer Middelijn of de Storyteller. Hartelijk welkom. Dank u wel. Het is ons een bijzonder genoegen u in ons programma. Het is de eerste keer trouwens dat wij u in ons programma hebben. Dat klopt. En het is mij ook een zeer groot genoegen om het te zijn. Wederzijds. Geachte kijkers, de heer Paul Middelijn is geboren in Paramaribo. Hij is van huis uit elektrotechnicus, storyteller en dichter. Hij reist langer dan 30 jaar de wereld rond. Hij richtte in 1994 Tori Academia op. De eerste vertelschool in Nederland was het. Na een verblijf van 35 jaar in Europa, remigreerde hij in 2000 naar Suriname. Meer weten we niet van de storyteller. Wie is Paul Middelijn? Heer Middelijn. Dank u wel. Paul Middelijn is, zoals u het aangeeft, van huis uit elektronicus, dichter, storyteller, met een grote liefde voor de denksport, dus zeg maar filosofie. Ja. Hoe mensen denken, wat ze doen, wat hun beweegt. En tegelijkertijd interesseer ik me eigenlijk voor alles wat zich afspeelt op de wereld. Als storyteller moet je namelijk geïnformeerd zijn en die interesse hebben in mens en maatschappij om op die manier je verhalen vorm te kunnen geven en ze terug te geven aan de mensen. De verhalenverteller vertrok in 1969 naar Nederland al aan het begin van mijn elektronica loopbaan. Ik kwam daaraan en heb van alles gedaan. U kunt zich niet voorstellen hoeveel soorten verschillende arbeid ik heb mogen doen. Nou, ik kwam daar zonder natuurlijk een beurs en dergelijke. En dan moet je voor jezelf zorgen. En dat is op een hele bijzondere manier gebeurd. Een van de hele interessante arbeidsplekken die ik kreeg, ja, was aan de Erasmus Universiteit. Waar de company Remington Rand, de mensen, u kent ze wel van de oude typemachines. Ja, de Remington Rand was bezig daar een automatische bibliotheek te maken. En dat was de eerste automatische bibliotheek van Europa. Die werd gemaakt onderaan in de kelder van de Erasmus Universiteit. Daar heb ik als tolk tussen de ingenieurs van Remington Rand en Sperry Rand, dus onderafdeling daarvan,
heb ik mogen functioneren tussen Nederlandse monteurs en mijn elektronica en ook, monteurs, ja. En hun schema's moesten vertaald worden en dergelijke. Dat was voor mij ook de eerste keer dat ik in een vertaalslag terechtkwam in elektronica. Daarvoor was ik zelf bezig met het ontwerpen en op mijn eigen manier kijken naar elektronica. U moet begrijpen, ik kom uit de oude school, toch? De oude school van elektronica. U wil zeggen dat we praten niet over IC's die zo klein zijn. Je praat over de mobiele telefoon van nu, die zou bijna 20 kilo wegen als je het in die tijd zou maken. In die tijd, ja. Ik heb mijn eerste intro's heb ik gemaakt bij de LTT. Aan de telegraaf en telefoon. Precies, aan de cultuurtuin. Cultuurtuin. Ja. En daar stonden de zenders die Paramaribo met Amsterdam verbonden, maar dat liep via New York. Die zenders, dat waren de oude zenders uit de Tweede Wereldoorlog, had Suriname gekregen. En die waren zo'n 3 meter hoog en 2 meter, soms 3 meter breed. Daar moest je dus met een trapje opklimmen om bijvoorbeeld een frequentie te veranderen. Een frequentie veranderen betekent dat je nu afstemt. Je stemt af op een station, nu doe je het met een knopje. Toen moesten we dat doen door een coil te verwisselen. Een coil, dat is de winding, hè, waarbij je een andere frequentie plaatste je dan door die ene weg te halen en de andere erin te stoppen. Maar dat ging, dat was heel grappig, want je klom een trap om met een hele grote schroevendraaier, die werd je aangereikt door je collega. Een van de collega's bijvoorbeeld was Roy Pokorny, hè, dat is ook gedaan. Die naam bekend, en ja. Je kreeg die schroeven draaien en dan moest je de coil kortsluiten op aarde. Dan kreeg je een spark, pats! En dan was die ontladen en dan kon je wisselen van de ene naar de andere. Dus het is een bijzondere periode, geweest. Omdat je... We praten over, in die tijd over buizen en lampen. Hè? Buizen en lamp moet je vergelijken met een gloeilamp, maar die dingen waren recht, dus dan moest je een buis. Ja. En dat, de topspanning daarvan, dat was een hoedje. En op dat hoedje zaten 350 volt. Maar wanneer je praat over de zenders daar, dan praat je over lampen die zo groot zijn. Zoiets, hè? Een biggie opgeblazen ballon met een topspanning van 7 tot 1100 volt. Dus het is dit hele grappige dingen. En tegenwoordig, als je zo'n zender zou maken, dan wordt die zo klein. Bijzondere ervaringen heeft hij opgedaan. Ja, het is een hele bijzondere tijd. En daarnaast legde u zich toe op gedichten. Ja, dat heb ik altijd gedaan. Ja? Ik heb altijd geschreven, ja. Kleine gedichtjes gemaakt, ook korte verhalen geschreven. Maar dit is in het beginperiode, waarbij je daar niet echt iets mee doet, maar je blijft wel constant bezig daarmee. Ik wil de storyteller vragen om toestemming te geven, even een fragmentje van een aantal videobeelden van u, even in beeld te brengen. Alsjeblieft. Aandacht voor de storyteller Paul Middelijn. We gaan in een koryaal stappen en dan gaan we met pagaai naar die boom. We zijn er bijna, je moet niet te dichtbij gaan, anders ga je niet zien wat er gebeurt. Die boom hangt over het water. En in die boom, daar woont een kleine, ondeugende aap. Maar die boom is niet zomaar een boom. Die boom is een mangoboom met de lekkerste mango's uit de hele wereld. Super speciaal lekker uit Suriname. De mangoboom. Maar in het water, daar woont er ook iemand. Ja. Wie? Wat zeg je, lieve schat? Kaiman. Een kaiman? Wat is een andere naam voor kaiman? Een krokodil. Een krokodil. Je moet niet zeggen krokodril. Krokodil. En die krokodil is heel groot.
Het is een dikke, vette krokodil met een dikke bil. En hij zwemt precies zo in het water. Wie woonde er in die boom? En die aap, die eet de hele dag mango's. En die krokodil, die kijkt ernaar. Maar elke keer als Appie een mango heeft gegeten, dan gooit hij die mango pit en die komt precies terecht op de kop van meneer krokodil. Oh, oh. Let op, heeft Appie weer een mango gegeten. Kom, die pit van die mango. Nu heb ik weer die pit van die mango op mijn kop gekregen. Pardon, meneer krokodil. Pardon? Dat heb je gisteren ook al gezegd. Sorry, meneer krokodil. Sorry? Dat is toch Engels voor pardon? Dat weet ik niet, meneer krokodil. Oh, maar dat weet ik wel, hoor. Moet je luisteren, Appie. Ik zou ook wel een lekkere mango lusten. Een krokodil die een mango lust. Er valt helemaal niks te lachen, hoor. Oh, meneer krokodil. Ik zei, er valt helemaal niks te lachen. Moet je luisteren, Appie. Ik zou ook wel een mango lusten. Oké, meneer krokodil, maar moet u horen. Als ik een mango eet, dan zing ik eerst een liedje. Dus als u een mango wil hebben, dan moet u ook eerst een liedje zingen. Met bijzondere aandacht werd naar u geluisterd. Ja. U heeft, meneer Medelijn, op verschillende internationale podia gestaan. Wat was voor u de meest indrukwekkende, wat waren voor u de meest indrukwekkende momenten? Nationale en internationale. Ja, het zijn er vele, maar twee springen daar uit. Oh. Eén, dat was in Ghana, bij de internationale storytelling conferentie die gehouden werd op de Universiteit van Legon in Accra. En daarbij waren er een aantal onderzoekers en wetenschappers uit de States, uit Amerika, en die zouden een soort homecoming hebben en dat vieren in Ghana. En de opening was heel toevallig, werd ik gevraagd om het eerste verhaal te vertellen bij de opening. Nadat ik dat gedaan had, na de verschillende introducties van de professoren en mensen die bezig waren, was er als het ware bijna een stormloop op me. Het is een beetje raar geweest. Ik was daar, ik reis met mijn muzikant, met de muzikus Robbie Alberger, gitarist en componist ook. Ja. En wij waren daar samen en toen we klaar waren, hadden we zoiets van, hey, wat gebeurt hier? Mensen wilden weten, ten eerste waren de klanken die ik gebruikte uit in het San Antonio gedeelte, die waren zo indrukwekkend voor hun dat ze wilden weten waar het vandaan kwam. Ik moest dus gewoon met vertellen over Suriname en wat er gebeurde en hoe de verhalen situatie in Suriname nou was en waar het verhaal nou vandaan kwam en nog veel meer. En dat had twee gevolgen. Eén was dat ik door professor Kofi Anido Ho werd uitgenodigd in zijn programma African Heritage op Ghana Televisie. Dat was een programma van 45 minuten. Hm. En daarna, dat was op een maandag uitgenodigd, en daarna werd ik ook nog gevraagd
voor hetzelfde programma, maar dan op de woensdag. Dus ik heb ongeveer anderhalf uur televisie gekregen op Ghana TV. Op Ghana televisie. Dat is een hele... maar het had een staart. Het had een staart. Dat maakt het nog veel bijzonder. Mm. 2 jaar daarna was professor Kofi Anidoho als gastlecturer in Amerika, in Philadelphia. En toen zat ik in Suriname, toen kreeg ik van hem de uitnodiging om af te reizen met mijn gitarist naar Philadelphia om daar een masterclass te geven. Nou, dat was bijzonder, omdat je van een eenvoudige storyteller tussen al die grootheden en beroemdheden die daar waren, zo via een eenvoudig verhaal opkruipt naar een podium wat ik voor mij nog eerder, het was ook de eerste keer dat ik in Amerika zou vertellen. Dat is heel bijzonder. Bijzonder moment inderdaad hoor. Vanaf dat moment, want er waren ook Afrikaanse vertellers bij, vanaf dat moment werd ik eigenlijk omhelst door Afrikaanse vertellers. Eén daarvan was mevrouw Gina Mlope, die is Zuid-Afrika's meest bekende verteller. Ik werd door haar uitgenodigd, wat 1 optreden heeft kunnen bewerkstelligen. Ik word een paar jaar daarna door haar uitgenodigd in Zuid-Afrika. Samen met een andere sterke collega, Andrea Dondolo. Ook zo'n briljant in de vertelhistorie. En het had nog een... dus dit heeft staarten. Hè? Dat optreden in Ghana bracht me een uitnodiging van de... British Arts Council om 8 steden aan te doen in Engeland samen met mevrouw Mlope. Dus zie je hoe die links werken allemaal. Het sloot allemaal goed bij elkaar. En dat was natuurlijk Engeland, de Arts Council is eigenlijk een van de grootheid in als het gaat om kunst. Die gaat je niet zomaar uitnodigen. En dat is een heel bijzonderheid. Het mooie daarvan is dat ik elke keer ook als een soort onbezoldigd ambassadeur van Suriname, heb uitgedragen. Die heeft ons op de kaart steeds geplaatst, ja. In het vertellen. En dat is een voor mij natuurlijk een grote liefde, maar ook om het verhalen vertellen in Suriname. Want het koppelt terug, hè. Je gaat daar naartoe terwijl je eigenlijk weet, men hemelt het een beetje op wat je allemaal doet. Maar tegelijkertijd weet je dat in je eigen land het vertellen nog niet zo alles aan heeft wat hij moet aan hebben. Dus het is zoiets van, als ik daar met Robbie Alberga redeneer en praat hierover, dan zeg ik, Robbie, wij moeten in Suriname dit opstarten. Het moet. Want we hebben daarna... daarvoor ook, maar daarna zoveel gezien, zoveel festivals geweest. U zat er dus niet naast met uw gevoelens? Nee, absoluut niet. Absoluut. En daarom is het voor onze eer vanavond, onze kijkers wederom, want u bent vaker hier bezig geweest, maar in To The Point de eerste keer dat wij onze kijkers weer bijzonder vanavond attracties kunnen aanbieden. Het vertellen van een verhaal, meneer Middelijn, bevordert het gevoel van saamhorigheid en overdracht van normen en waarden. Dat is wat wetenschappers zeggen. Onderzoek heeft aangetoond dat verhalen een aantal vaardigheden bevorderen bij leerlingen. Welke zijn de vaardigheden? Het is een hele reeks. Sowieso als het gaat om kinderen, verhaal vertellen is natuurlijk niet alleen voor kinderen. Okay. Het is voor alle leeftijden. Bij kinderen bevordert het maakt kinderen taalvaardig. Ja. Het prikkelt hun creativiteit, daagt hun fantasie uit om zelf aan de slag te gaan. Verhalen vertellen ligt in het verlengde, andersom zeggen, het schrijven ligt in het verlengde van het vertellen van verhalen. Hmm. Want in de beginnen waren er alleen maar vertellers. Het was de orale traditie, het schrift was nog niet bekend. Dus de eerste ontwikkelingen van mens, die zijn via de mond gegaan. En daarna is het opgeschreven. Hmm. En de vaardigheden die variëren tot het aanbrengen en het stimuleren van een normen- en waardebesef. Wanneer je ziet dat er in onze samenleving, in de hele wereld trouwens, normvervaging optreedt, dan is het
vertellen van het verhaal een methode om een beetje tegengas te geven, zodat mensen weer terug kunnen in de gedachte die dan voor velen ouderwets genoemd wordt, maar storytelling is niet ouderwets. Nee, het is iets van alle tijden. Actueel. Het is iets van alle tijden. Want je kan elk actueel onderwerp vanuit een verhaal neerzetten bij een publiek. Ik mag de namen niet noemen vanuit Nederland voor de mensen waarvoor ik gewerkt heb om ze te helpen om het verhaal wat zij aan menigte mensen wilden vertellen, zodanig neer te zetten dat het makkelijk verteerbaar was en dat het ook vloeiend kon gaan. Kinderen die met een verhaal aan de slag kunnen, zullen nooit een probleem hebben met de spreekbeurt op school. Dat behoort tot het verleden. Ik wilde toch iets zelf, want u stelt die vraag en dat brengt me ook naar de clownerie bijvoorbeeld. Het is een heel raar ding. Mensen denken dat een clown zomaar een grappenmaker is. Er is in Zwitserland... Zit er een boodschap bij de clown? Bij elke clown moet een boodschap hebben. Een clown zonder verhaal is gewoon een plaatje. Dat niks. Alles moet een verhaal hebben. En de kinderen geloven de clown. En de kinderen geloven in de clown. Maar clowns niet alleen voor kinderen. Hè? Ook dat heb ik moeten leren. Ja. Zelf moeten leren. De eerste confrontatie die ik kreeg met de clownerie bijvoorbeeld, was toen ik samen met Robbie Alberga een tour maakte in Zwitserland. Ja. Uitgenodigd door de Berne Declaration. En we hebben toen ook 8 steden en theaters meegemaakt. En gaande naar een van de theaters vanuit Luzern, gaande naar het Teatro Dimitri in een stadje, een dorp eigenlijk, Verzio, grenzend aan de stad Locarno op de grens van Italië, Zwitserland, ja. Italië, ontmoette ik de grote man. Eigenlijk een korte man, die clown. En hij was groot in Duitsland. Heel groot. Dimitri, clown. Ja. Dimitri, clown. Als u kijkt op het internet en u tikt in Dimitri, clown, dan komt u iemand tegen die met een gezicht dat altijd lacht. Dat is onvoorstelbaar. En die man, dat heeft de school, een internationale school voor clownerie. Ja. Dat was mijn laatste optreden dat ik zou doen in Zwitserland. En wist ik veel dat een paar mensen me gevolgd hadden. En toen ik daar kwam, het was ook een bijzondere plek waar ik optrad, want het was een grot onder de grond, onder een berg, zit er een theater oud uitgehouwen, waarin zeg maar 120 mensen kunnen gaan. Het is een hele rare situatie. En dat is zo indrukwekkend. Hè? En boven is de school. Dus je kan ook daar slapen en dergelijke. Nou, ik was zo bezig met het vertellen op die avond. En ik was eigenlijk aan het einde, samen met Robbie Alberga weer. Ja. Was aan het einde van het verhaal. En er werd geapplaudiseerd. En men hield niet op. Dat wil zeggen dat je nog een keer terug mag komen. Wist ik veel dat die studenten een afspraak met ze hadden gemaakt. Ik werd puur uitgeput. Maar ik voelde dat niet. In positieve zin. Want ik voelde dat niet. En toen we klaar waren, werd ik door de grote kleine man, Dimitri zelf, omhelst samen met Robbie Alberga. En hij zei, Paul, you are a magician. How could you mesmerize my audience for 3 hours and 15 minutes? Ongelooflijk, hè? Ik wist dus niet dat ik zo lang bezig was. 3 uren lang bezig. Ik wist niet dat ik zo lang bezig was. En zonder pauze. Het enige wat we hadden was water. En je bleef gaan. Weet je, ik keek, natuurlijk, het is het verhalenrepertoire. Wat heb ik daar gedaan? De clowns, dat leerde ik toen, hebben elk een verhaal om te vertellen dat ze uitbeelden. Dus je bent zomaar een clown. Ja. En die school, er zitten 2 theaters bij, want behalve de Tater de Grot is er ook nog een groot theater waar ze ook hun werk laten zien nadat ze gestudeerd hebben. Dimitri kwam in het aan plein publiek en hij zei tegen me, Mr. Middelijn, you have to come to Versio
to teach for me. You teach for me. En ik dacht, wat hoor ik nou? Robby zegt, nou, hij meent het echt wel. En daar stond je weer. Ik heb er 2 seizoenen als gastdocent op de Teatro Escuela Dimitri ben ik bezig geweest. Dus dit schiet uit. Twee markante momenten. En terugkomen. Daarna en clownerie. Ja, en terugkomend op je eigen vraag met de effectiviteit van je ziet daar ook dat die clowns op hun eigen manier milieubewust aan de slag gaan. Aan de slag gaan met verhalen die mensen triggeren om verder te denken en om verder te gaan. Dimitri School is een situatie waarbij mensen bijvoorbeeld hun instrumenten maken van afvalproducten. Daar zie je het al, hè, gebeuren. En binnen dat geheel is het verhaal een belangrijke schakel. Net zo goed dat het verhaal een belangrijke schakel is voor onze kinderen, maar ook voor onze volwassenen. Om eigenlijk een beetje een pad uit te zetten, zonder om dwingend te zeggen van zo moet je doen of dat zo hoort dat of belerend te zijn. Nee, het is een alternatieve manier om mensen bezig te houden en in zekere educatieve zin. Want het is een machtig instrument. Maar u bent daarin zeer bedreven, want ook uw presentator die luistert niet zo aandachtig. Ik zou u met 1 vraag alleen de hele avond kunnen laten vertellen. Uw ervaringen. En een punt waar ik nu met u over wil hebben. U weet, Suriname heeft een multi-etnische samenleving. En de wijze hoe wij hier samengekomen zijn, is ook een bijzondere wijze. We willen met fotomateriaal, meneer Middelijn, storyteller, wat beeldmateriaal in beeld brengen en u vragen korte toelichting te geven op de foto's die we nu in beeld brengen. Namelijk, is men in staat om met verhalen ook culturele vaardigheden en normen te bevorderen in een land. En we brengen hier de foto's van u. U ziet hier een foto die gemaakt is in Washabo. Ja. Bij Apura, dus in het westen van het land. En het is de afsluiting geweest van een training voor leerkrachten en een vertelling voor kinderen. Je traint leerkrachten, ja, omdat je ze ook vaardig maakt om met hun kinderen aan de slag te gaan. Het is nog steeds zo dat als je een goede leerkracht bent, dat je ook een goede leerling bent. Ja. Als je een goede storyteller bent, dat je ook een goede leerkracht bent. En omgekeerd, als je een goede leerkracht wil zijn, moet je een goed verhaal hebben. Dat maakt het makkelijker voor kinderen en het maakt het ook prettiger voor jezelf. Nou, die brug sla je hier met verhalen. Ik weet niet, hier niet zo zeer. Kijk hier met het licht. Ja, dit is hoe we hier ook samenkwamen. Ja, hier zijn ze. Ja, precies. Dit is inderdaad het verhaal hoe we hier ook samenkwamen op de vrije school. Ja? Het was vorig jaar, dus recent materiaal. Vorig jaar werd ik gevraagd door de vrije school om een verhaal te vertellen op 28 juni. En is de school waar de beste leerlingen op dit moment van komen? Ja, ja. Dat heeft een reden. Ja. ik werd gevraagd om de titel te gebruiken, hoe we hier ook samenkwamen, want dat was de titel van de Nationale Commissie, ja, die de vieringen heeft georganiseerd. Okay. En ze hadden een vrij precies ding wat ze wilden. Ze wilden dit verhaal vertellen. Juist. Dat betekende dat ik En het is u gelukt de leerlingen een beeld te geven van ons verleden? Het is geworden de Surinaamse historie in notendop. Waardoor kinderen beeldend hebben kunnen zien wat er gebeurde en zich ook voorstelling hebben kunnen maken hoe Columbus hier kwam en wat er allemaal gebeurde. Ja. En hoe hun eigen voorouders hier kwamen, want je praat over de multiculturele samenleving, de multi-etnische samenleving. En ja, die bestaat uit zoveel bloemen. Ja, hier hebben we een andere afbeelding weer. Dit zijn in Suriname mijn 2 vaste begeleiders, Master Bongochali en Papa Biga. Dat zijn 2 vaste mensen waar het verhaal mee verteld wordt.
En toegevoegd is nu Dario, de Peruaanse fluitist. Ja. Maar u heeft zoveel gereisd in de wereld. We zijn toch een uitzondering de wereld. Ja, we zijn vanwege de multi-etniciteit, denk ik. Ja, je ziet in Suriname de hele wereld in het klein. Okay. En dat maakt ons onvoorstelbaar rijk. En dat maakt ook dat we die enorme bouquetti vormen van culturen. Allemaal die bloemen bij elkaar, die de bouquetti maken. Dat moeten we koesteren. Absoluut, ja. Absoluut. Een belangrijk punt van u ook, meneer Middelijn, storyteller, effectieve communicatie. En wij brengen zo'n kolom van u in beeld, wat voor u de belangrijkste elementen zijn. En wij willen u vragen een korte toelichting daarop te geven. We hebben het in beeld. Mijn uitgangspunten bij een training om effectief te kunnen vertellen, vertellen is communiceren, zo. Is het trainen van de stem en alle mogelijkheden die de stem heeft. Daarnaast de ogen als instrument, altijd meegaat met die stem. Daarnaast het gezicht en de mimiek waar we mee spelen. We hebben het zo even gehad over de clowns en de clowns die gebruiken die mimiek op een onvoorstelbare manier. Dan natuurlijk de handen waarmee je kan wijzen hoe iets is, waar het staat en dergelijke. En dan de houding waarop je vertelt. Want al die vijf elementen zijn belangrijk om jouw verhaal van de verteller naar het publiek te brengen. Nou, kreeg je wat de journalisten over heel de wereld gebruiken om een verhaal vast te houden. Ja, ik zeg niet onthouden, want onthouden betekent eigenlijk vergeten. Hè? Dus je geheel onthouden bent, betekent je doet niks. Hè? Om het verhaal vast te houden hebben we een prachtige gouden brug. De gouden brug van de verteller. Dat is het antwoord geven op de vijf vragen die beginnen met W, met een W. Dus wanneer, waar, wie, wat en waarom. Als je die vijf vragen kan beantwoorden, dat geldt voor een journalist, dat geldt ook voor het kind wat een spreekbeurt maakt, dat geldt ook voor de storyteller aan zich. Ja. Geef antwoord op die vijf vragen en je hebt het verhaal in één hand. Maar, pas op, wanneer je het verhaal in één hand hebt, en je geeft antwoord op die vijf vragen, dan heb je nog niet het verhaal verteld, want je hebt gewoon een platte tekst. Gewoon een platte mededeling. Wat is nou het verhaal? Het verhaal is de verbinding die je maakt van de ene W naar de andere W enzovoort, totdat het cirkeltje rond is. En nu nog iets anders. Het verschil tussen de ene verteller en de andere is de manier hoe hij die verbinding maakt. Daarom hebben we in onze trainingen en ook op het podium zetten we kinderen neer die en ook volwassenen, die hetzelfde verhaal kunnen vertellen. Dan hoor je drie keer een andere versie van het verhaal en bij alle drie lig je bijvoorbeeld dubbel. Omdat iedereen met zijn eigen humor, zijn eigen karakter, zijn eigen stemkleur, zijn eigen mimiek, zijn eigen dynamiek dat verhaal vertelt. Nou, dus dan krijg je Nou, dit is voor mij de effectieve manier om te communiceren. Iemand die saai is in zijn vertelling of in zijn speech, die is echt... Die krijgt die saamhorigheid niet die hij krijgt moet het hebben. Niet. Het duurt zo lang voordat je mensen op het puntje van hun stoel krijgt. Wat er moet gebeuren, als je dus... wat wij willen met het verhaal, als het goed verteld wordt, is dat je mensen binnen een paar seconden op het puntje van een stoel krijgt en niet meer loslaat totdat het verhaal af is. Dan is het verhaal goed. We zeggen, ik gooi een lijntje uit naar het publiek en ik hou dat lijntje strak. Wanneer het lijntje knapt, is het verhaal ten einde, maar wanneer het lijntje slap wordt, ben je het publiek kwijt. En dan moet je hard werken om te trekken, om dat ding weer strak te krijgen. En de kracht van storytelling. Wat is eigenlijk de kracht van storytelling? Eigenlijk ben ik daar al een beetje mee bezig. Bezig als ik zeg dat het verhaal uitgooien als een touwtje, als een lijn die strak gehouden wordt. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal punten die we kunnen benoemen. Ja, die hebben we in beeld nu. Ja? De power van de storytelling, de kracht van storytelling geeft in de eerste plaats... is dat plezier en gezelligheid. Het is entertainment. Want in Suriname lachen we de hele dag.
Ook als bijvoorbeeld de stroom uitvalt op ongewenste en lastige momenten, zijn we behalve chagrijnig ook aan het lachen. Want dat houdt ons in stand. En dat hebben alle culturen. De creativiteit die geprikkeld wordt, dat is ook de power. Dat je de fantasie uitdaagt. Ik heb het eigenlijk al een beetje gezegd. Maar dingen zoals het bijdragen aan een totale bewustwording van jezelf als persoon in de klas, als persoon in de wijk, in de buurt, als persoon in de maatschappij. Dat is eigenlijk puur de power die uitgaat van dat element storytelling. Storytelling, dat vele mensen vergissen zich daarin. Het is een beroep. Je kan uitgroeien. Een kind wat nu op school zit en dat leuk vindt, of een leerkracht, die kan uitgroeien tot een professionele verhalenverteller. Dat kan. Als ik vroeger aan mijn moeder, zaliger, en mijn vader zou zeggen, pa Jim, ma S, ik wil verhalenverteller worden, zouden ze achter me aanrennen met een grote stok. Want de eerste vraag was, hoe ga je eten dan? Ja. Dat is een logisch ding. Ja. Tegenwoordig is het zo dat je als beroepsverhalenverteller aan de slag kan. Natuurlijk is het zo. Want, bedenkt u maar, ik alleen kan natuurlijk niet alle scholen van heel Suriname continu aan de slag gaan. Ik kan die scholen niet alleen bedienen. Dat betekent dat er andere mensen moeten komen die het vak verspreiden. Dat betekent dat er moeten trainers komen, er moeten nieuwe trainers komen, er moeten nieuwe verhalenvertellers komen. Noodzakelijk is het dat er meer vertellers komen in Suriname. Overdracht bevorderd worden. Er zijn heel veel verhalen hebben we kwijtgeraakt. Die zijn weg, niemand meet meer. En als je ze nu hoort, dan zijn het fragmenten die we dan weer gaan opbouwen. Maar die oude mensen van ons, die zijn eigenlijk de bibliotheken. Die zijn levende bibliotheken en musea. Die hebben verhalen. Al die verhalen die kunnen bijdragen tot ze zijn natiebevorderend. Hè? Dus het bevordert de saamhorigheid tussen de verschillende culturen die een grote boeketti moeten vormen. Ik denk dat dat een heel belangrijk ding is. Dan zeg ik, het beroep van verhalen vertellen kan uitgeoefend worden door iedereen die een taal spreekt. En dan heb ik het niet alleen maar over het Nederlands, maar ik heb het ook over het Saramakkaans, over het Surinami, over iedere taal. Elke taal. Want de wetenschappers hebben bewezen dat je een kind kan benaderen vanuit haar moedertaal en dat je daarmee eerder aankomt in het verstand. De moedertaal kan als hulpmiddel dienen om elke andere taal te leren. Is daar een bekende bruggetje van u? Bijvoorbeeld. Okay. Bijvoorbeeld. Wat is uw advies naar het onderwijs toe met betrekking tot storytelling? Meneer Medelijn. Ik zou de mensen die de verantwoordelijkheid hebben voor het onderwijs, met name nu meneer Adin, willen vragen om storytelling op te nemen in het curriculum van ons onderwijs. Absoluut. Het is een bewezen feit dat verhalen vertellen een bijzonder educatief instrument is, waarmee je niet alleen maar sociologische bruggen kan slaan naar mensen, maar ook gewoon educatief mensen kan trainen op basis van vaardigheden die noodzakelijk zijn in het onderwijs. Ik denk dat dat een heel bijzonder ding is als we dat in Suriname zouden doen. Daarvoor is niet zoveel nodig, want je zal gewoon vertellers moeten trainen, trainingen moeten geven voor de leerkrachten, zodat ze hun eigen stof op een makkelijkere manier, op een plezierige manier overdragen aan de kinderen. Onze kinderen houden van verhalen. We moeten ze verhalen vertellen. Wat er ook is, hoe moeilijk het ook is, als je in een verhaal giet, komt het aan. Want daar komen wij uit voort.
Heel Suriname, al die etnische groepen hebben de verbindende schakel van die orale traditie. Die orale traditie verbindt ons allemaal. Waarom zouden we dan stappen verder moeten kijken voordat we terugkomen naar die orale traditie om dat te gebruiken en in te zetten, functioneel in te zetten binnen de samenleving? Het verhaal vertellen heeft heel veel functies. En al die functies die kunnen gebruikt worden en ingezet worden in het vertellen. Juist. Dit wat u nu ziet is het verhaal op een school in de Cayman Island. Ja. Daar was ik in 2004, 10 jaar geleden, uitgenodigd als eerste Surinaamse verteller. Ja. Om daar 2 weken de tour over de Cayman Islands te maken, waarbij we allerlei situaties terechtkwamen. Dit is weer een andere school, dan krijg je een high school. En dan heb je een business lounge met mensen die business doen en ook naar een verhaal willen luisteren en uit verhalen ook weer dingen halen. Zo kan je natuurlijk, je kan eigenlijk eeuwig aan de slag gaan. Ja. Het is geen... En hier hebben wij de storyteller, die heeft een boodschap. U mag het zelf opbrengen. Ja. Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken onzeker maakt, kijk dan omhoog en zoek het antwoord in de sterrenhemel van uw ziel. Kernachtige boodschap. Kun je dat even toelichten? De toelichting hiervan is best lastig, omdat het voor zichzelf spreekt. Mensen moeten de oplossingen van alles waar ze mee zitten zoeken in zichzelf. Niet buiten jezelf. Er is niemand die jou kan helpen om een probleem op te lossen van jezelf dan jijzelf. Je moet dat kunnen zien. Als je constant de fouten die je maakt wil verdedigen, dan blijf je constant in diezelfde fout zitten. Op het moment dat je die fouten erkent, dan heb je ook een moment gecreëerd waarbij je de fout kan corrigeren. Hier een voorbeeld met het vals zingen. Als iemand vals zingt en hij weet niet dat hij vals zingt, dan blijft hij dat doen. Maar op het moment dat hij beseft van, hé, ik zing vals, op dat moment kan hij gecorrigeerd worden. Dus als je achterom kijken je een beetje angstig maakt, en je kijkt vooruit en je wordt onzeker, kijk dan omhoog in de sterrenhemel van je ziel. Okay. Ik stuur mensen niet om te kijken naar omhoog, naar een hemel. Want als je in China staat, is die hemel precies aan de andere kant. Zijn onze tegenvoeters. Maar kijk in jouw eigen ziel. Kijk in jouw eigen spiegel. En zie jezelf niet als geïsoleerd gedeelte, maar als onderdeel van een totale wereld waarin je evenveel waarde hebt als het gras, als de dieren, als het water, als een van de elementen die de natuur ons geeft, de hele universum, wat er daar zit, dat zit ook in ons. Dat wil ik hiermee zeggen. U heeft net, meneer storyteller, meneer Middelijn, verwezen, advies gegeven om storytelling in het curriculum van het onderwijs op te nemen. Zeer belangrijk voor onze kinderen. Onderwijs, iedereen heeft volgens onze grondwet recht op onderwijs. Maar in ons land, dat weet u ook, en in geval u dat niet weet, zal ik het even vertellen. Er zijn kinderen in ons land die niet naar school kunnen. En dan is het niet dat ze dat niet willen, en dan is het ook niet dat de ouders het ook niet willen, maar omdat ze tot 's avonds laat werkzaamheden soms moeten verrichten om een bijdrage in de huishouding te leveren. En dan is aan u de vraag nu, want u vraagt in het curriculum storytelling op te nemen. Waar blijft het recht van die kinderen op onderwijs? Hoe kunnen kinderen hun recht op onderwijs afdwingen? Kunt u daarop iets zeggen? En wat zijn de gevolgen voor deze groep kinderen die buiten hun schuld om onderwijs niet kunnen genieten? Geen onderwijs kunnen genieten? Een reeks vragen, maar ik hoop dat u ze
wel even uit de kar kunt houden. Ja, een reeks vragen. De mama's en papa's, ja, die zich niet bewust zijn van het recht wat kinderen hebben op onderwijs en het onrecht wat kinderen wordt aangedaan als ze geen onderwijs genieten. Kunnen genieten. Die mama's en papa's, die zouden in kaart gebracht moeten worden. En het kind benader je niet door het kind te zeggen van je moet naar school, maar om die ouder ervan te overtuigen dat dat kind, als het kind de toekomst wil hebben, naar school moet gaan. Dus je kan eigenlijk niet dat kind meer aanspreken, want dat kind wil wel naar school. Het kind wil dolgraag spelen met andere kinderen. Een kind hoort te spelen. Het kind hoort niet te werken. Ik merk het op die foto's van u, ja, hoe samen de kinderen zijn. Je zal de ouders moeten aanspreken. Er zal in een situatie moeten terechtkomen waarbij sociale controle de ouders ertoe aanzet om hulp te zoeken. Maar de overheid zelf, die moet ook degelijk stappen ondernemen om dit soort, dit soort probleemgevallen, absolute probleemgevallen, om die in kaart te brengen en om daar wat aan te doen. Nu kan die overheid natuurlijk niet alle 100% dingen oplossen, maar er ligt wel een taak voor hun. Er ligt een taak voor het bureau kinderrechten. Er ligt een taak voor het ministerie van Sociale Zaken. Er ligt een taak voor de onderzoekers die het veld ingaan van het ministerie van Onderwijs. Er ligt een taak voor de totale gemeenschap. Er ligt een taak voor de burgervaders van elk district. Ja. En hun ambtenaren die het veld ingaan, dat zijn de mensen die de signalen moeten doorgeven en die signalen moeten verwerkt worden en dan terechtkomen bij de plek waar inderdaad iets aan gedaan kan worden. En laten we één ding stellen. Dingen hoeven niet lang te duren. Wij hebben in Suriname de gewoonte dat dingen onvoorstelbaar lang duren, waardoor terwijl het gras groeit, sterft het paard. Je kunnen lijntjes veel korter maken. Een van de kort gemaakte lijntjes is de decentralisatie. Nou goed, decentralisatie. Maar decentralisatie moet ook gedecentraliseerd worden. Dan praten we. Dan hebben we een moment waarbij niet alleen, je zegt van goed, de dingen gebeuren niet alleen maar in Paramaribo, maar alles gebeurt ook op Sipaluini. Maar wanneer het op Sipaluini gebeurt, moet Sipaluini zelf macht, tussen haakjes, decentraliseren, waardoor in elk dorp alarm geslagen kan worden bij zo'n situatie. Dan komen we er, denk ik. Er is toch nog meer. Ik voel me, dit moet toch maar mijn hart. Ik voel me nog steeds zwaar beledigd wanneer ik weet dat er in Suriname bijvoorbeeld nog sprake is van een boslandakte. Een boslandakte betekent dat je mensen, je reduceert mensen tot dingen. Klopt. En wanneer je mensen reduceert tot dingen, kan je niet verwachten dat ze ineens vanuit de modder opstijgen en ineens de persoon zijn die ze moeten zijn en waar ze recht op hebben. Elk mens, zoals u net zegt, heeft recht op onderwijs. Wanneer je ze geen goed onderwijs hebt, dan ga je de situaties krijgen zoals we nu in Paramaribo hebben. Ik noem ze, dat je ghetto's hebt waarbij mensen zomaar niets aan het... Je ziet daar de bron van criminaliteit. Precies. Je doet het dus zelf. Wanneer we zorgen dat elke Surinamer, elk kind onderwijs geniet, het beste onderwijs wat we kunnen geven, en dan lossen wij dat probleem. Mag ik u in de reden vallen uit het begrip dom zijn? Bestaan er domme mensen of kinderen? Onvoorstelbaar. Dom. Niemand wordt dom geboren. Dacht ik ook. Ieder kind wordt geboren met een aantal capaciteiten. Ja, maar het zegt wel eens dat kind is dom. Bestaat niet. Okay. Kinderen worden dom gemaakt in het leven. Terwijl als je geboren bent, kom je met dezelfde intelligentie naar buiten. En tenzij je
er een diagnose is waarbij je behoort tot een, iemand met een bepaalde geestelijke beperking. Dan, maar daar praten we niet over. Normaal gesproken is iedereen... vatbaar voor onderwijs. Ja, precies. Capaciteiten. De een heeft, kan een iets hoger EQ hebben als de ander. We zijn niet, niet allemaal niet alle Einstein. Zijn even lang. Precies, ja. Precies. Maar we hebben wel capaciteiten om ons ding te doen. Want we moeten allemaal ons ding doen in het leven. Dat heb ik het leven, die toelichting begrepen. Ja. Ja, het leven is niet om te overleven. Het leven is om te leven. Hmm. Overleven wil zeggen dat je eigenlijk dat het water constant bij je neus is. En dat je steeds adem moet halen. Daar is het leven niet voor. Dat is een misbruik van het leven. Ja, het leven is om te leven. Dat wordt takkie. Alles maar moet kiezen naar occasie. Voor libi na infa. En wanneer ik dat zeg, dan heb ik het niet over materiële zaken. Absoluut niet, want daar praten we niet over. We praten over goed het bewustzijn. Het gevoel weten wie je als mens bent. En de waardering van jezelf reflecteert naar anderen. En rechtvaardigheid, liefde voor elkaar. Dat soort dingen. En het is misschien wel zo dat we dat steeds meer missen. Maar het is wel degelijk goed om te blijven roepen. Het moet niet weggaan, want dat houdt ons bij elkaar. Dat is eigenlijk dat mooie dat we hebben, dat mooie dat we koesteren en waarmee we eigenlijk verder kunnen gaan. Een vraag in dit kader met betrekking tot storytelling, meneer Middelijn. Is storytelling alleen voor kinderen bestemd? Zo ja, waarom? Of het niet zo bestemd is voor alleen voor kinderen, zo nee, waarom niet? Wat is uw opvatting? Want u vraagt om het in het curriculum van het onderwijs op te nemen. Nou, de kinderen heeft het aantal directe effecten. Ja. Wanneer je het loslaat op kinderen, heeft het aantal directe effecten. Je vertelt ze verhalen, ze vertellen ook verhalen. Okay. En ze hebben een bepaalde beleving. We noemen het empathisch. Ze kunnen zich verplaatsen in een bepaalde situatie. Ja. Ze kunnen zich inleven in de held. Ze voelen de pijn. Dus daarmee kan je kinderen van nul tot, kan je ze iets geven van waarde. Want constant heeft men het over sustainability. Hè? Dus duurzaamheid. Duurzaamheid. Kijk, storytelling is duurzaam. Het wordt nooit oud. Het geeft je waarden die je hele leven lang kan gebruiken. Hmm. En diezelfde waarden zet het neer ook voor volwassenen. Oké. Precies. Want die volwassenen, die kan namelijk niet iets vertellen wat hij niet gelooft. Wat je zelf niet gelooft. Iets wat niet waar is, kan je alleen maar vertellen wanneer je tussen haakjes plaatst. En wanneer je het zodanig vertelt dat men weet dat het niet waar is. Maar als je iets vertelt wat zogenaamd waar is en het blijkt niet waar te zijn, ben je, is je een leugenaar. En kinderen zeggen, jokkenbrok, nee, je bent geen jokkenbrok. Volwassen mensen jokken niet, volwassen mensen liegen. Dus, en daarom hou ik van kinderen, want die zijn gewoon open en ze zeggen dat ding zoals het is. You can't fool them. Weet je, dus ze zeggen dat ding zoals het is. Die volwassene, die heeft in het vertellen van het verhaal en in de beleving eigenlijk, ja, je bent een beetje kind, hè. Een volwassene, meneer Van Eyck, een volwassene die dus alleen maar volwassen wil zijn en groot zijn, is niet leuk hoor. Is niet leuk. Je moet een beetje kind kunnen zijn af en toe. Je moest maar laffen toe toch. Je moet een beetje kunnen spelen. Daar is het leven voor. Dat ding is niet om constant als een automaat te rennen. Je ademt, ze schenken geen benzine in. Je ademt. Dat is onze brandstof. We ademen, we eten, dat ding verteert. Kijk, je kan als volwassene een bijzondere functie bekleden binnen je eigen kleine maatschappij, die begint thuis bij je. Mama's en papa's kunnen vertellen. Mama's kunnen hun kinderen verhalen vertellen. Verhalen vertellen begint al in de buik. Wanneer dat kind in uw buik zit en u bent bezig met oorlog te maken met uw man, maakt u oorlog met dat kind. Laat me dat nog een keer zeggen. Wanneer het kind in je buik zit
en je maakt oorlog met je man, dan maak je oorlog met dat kind. Wat je doet heeft invloed op de ongeboren vrucht. En wanneer die vrucht er is en het gaat zich op een bepaalde manier gedragen en je weet niet waar het vandaan komt, moet je gaan onderzoeken wat er is gebeurd. Dus wanneer je dat soort dingen bewust bent, dan ga je ook op een andere manier om met je kinderen. Want daar begint het. U zei aan het begin van het programma, we vertelden vroeger onder de manjeboom en oma's vertelden. De, maar in sommige situaties zijn die oma's in, het, in Asiana, die oma's zijn niet meer in het gezin. Dat wil zeggen, je hebt oma afgesneden van die functie die oma had. En die functie die heel belangrijk is. Die mama ging aan het werk, papa ging aan het werk. En oma vang was de kinderen op. Ja. Oma zorgde voor het. En ik zeg niet, want ik ga niet tegen. Ik ben geen Don Quixote, ik kan niet tegen de wind met windmolens gaan vechten. Wat wel zo is, is dat we kunnen het oude niet terughalen. Dat hoeft ook niet, maar we moeten wel zorgen dat we niet als raketten voortgaan met het nieuwe, zonder de waarde te erkennen van wat we hebben. Want als je die waarde hebt, dan kan je er iets mee gaan doen. En wat we willen met storytelling is dat mensen er echt iets mee gaan doen. Want het is serieus. Je bent bezig met je maatschappij te vormen. Je kleine maatschappij begint thuis. Dan gaat het over in de buurt. Dan gaat het over in de wijk. Dan gaat het over naar school, naar de stad. Dan, wereldwijd. Ja, en dan krijg je voorbeeldfiguren die belangrijke posities bekleden. Die het voorbeeld stellen voor onze kinderen, want kinderen spiegelen zich daaraan. Oh. En die kinderen worden natuurlijk ook groter, dan worden ze jongeren, worden ze 17, 18 jaar. En als er niks gebeurt, dan blijven ze dus aan de rechterkant van de rechterkant van de rechterkant staan. Terwijl ze nooit geleerd hebben dat er is veel meer dan de rechts en je kan aan de linkerkant ook gaan staan. Als we constant op hetzelfde pad blijven en niemand durft een voet links te zetten of een voet te rechts, dan weet de rest niet dat er rechts of links bestaat. Je gaat als een idioot ga je gewoon rechtdoor. En dat is. In dit kader de vraag aan u, we gaan afsluiten. Mr. Storyteller. Storytelling heeft een toekomst. Heeft toekomstplannen. Wat zijn de toekomstplannen van storytelling? En ik sta op het punt misschien ook, je bent bezig met het project Kracht van Storytelling. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar de Nederlandse ambassade sponsort dit programma, dit project. Wat wil u bereiken met dit project? Dus twee punten, wat zijn de toekomstplannen en wat wil u bereiken met het project Kracht van Storytelling? Oké, ten eerste, u mag best noemen, u mag het zeggen dat de Nederlandse ambassade het dat hebben wij in de media genomen. Ja, daar ben ik zeer erkentelijk voor. Okay. Wat willen we bereiken met het met de kracht van storytelling, is in de eerste plaats om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te stimuleren en te prikkelen om meer met verhalen te doen. Meer zelf te vertellen, waardoor ze die vaardigheden krijgen, en meer te luisteren, waardoor ze ook de discipline krijgen om het verhaal op te nemen. Wat wij willen met de kracht van storytelling is dus de Tori Academia op de rood zetten en wel op in deze vorm. We zitten op dit ogenblik op de grens, in de overgang moet ik zeggen, van de Tori Academia naar de National Storytelling Academy. En de National Storytelling Academy, dat wordt een organisatie. Oh. Waarbij wij zoveel mogelijk storytellers gaan trainen in Suriname, over heel Suriname. Okay, en waarbij we openstaan om ook mensen uit de regio de ruimte te geven om hier trainingen te verzorgen, maar om ook hier te trainen, want dat is ook iets wat we al gedaan hebben. Toen ik werkte in de academie, met de Tori Academia in Nederland, komen mensen uit Denemarken en uit Engeland en overal om daar te studeren. Dat is gewoon een feit. Wat wij willen is dat. We moeten niet vergeten, en dat zeg ik met alle liefde tegen de mensen, de economen in ons land.
Storytelling is een economische factor. Zo, ja. Anders zou de Cayman Island niet voor de 20ste keer een storytelling festival organiseren. Ja, het betekent dat het geld binnenbrengt voor het land. Het betekent niet dat je, als je een investering doet, dat het nooit meer eruit komt. Absoluut niet. Er is in Guadalajara, niet de Mexicaanse Guadalajara, maar in Centraal Spanje, is er een plek waarbij de storytelling marathon wordt gehouden. Dat betekent dat mensen 72 uur lang verhalen vertellen. Dus 3 dagen. Verhalen vertellen, continu. En er komen in dat onbekende kleine stadje, komen er 70.000, 80.000 mensen. Is een belangrijk toeristenoord in Spanje. Overal vandaan. Ja. Kijk, we moeten niet overdrijven, we zijn een klein land. Maar we hebben heel veel te bieden. Wat ik vraag aan beleidsmakers, aan mensen die luisteren, aan mensen die de zin zien van wat er hier gezegd wordt. Geef ons de ruimte om Suriname te brengen op het internationale level van storytelling. Het kan, want we hebben die mogelijkheden. We zijn zo rijk, we kunnen in 1 land 5, 6, 7, 8, 10 verschillende culturen laten vertellen. We hoeven ze niet eens te halen van buiten. Die hebben wij in huis. We hebben het in huis. En vermeerder dat met mensen uit je regio. Vermeerder dat met mensen uit de wereld die dolgraag willen komen in Suriname. En je hebt een economisch lonend festival wat hier speelt. Ik trek daar 3 jaar voor uit. Ik zou dus nu aan het bouwen. En over 3 jaar zou ik gaarne, behalve dat de National Storytelling Academia een feit is, zou ik het eerste storytelling festival willen houden in Suriname. In samenwerking 2017, over 3 jaar. Over 3 jaar. Okay. Maar stel dat er andere mensen zeggen, die zeggen van ja, je moet sneller. Zeg nee, even rustig. Wat is namelijk het probleem? Wij hebben niet genoeg vertellers om op het podium te zetten. We moeten eerst vertellers maken die professioneel kunnen werken. En dan kunnen we mensen uitnodigen om te komen, zodat we samen tot 1 groot geheel een prachtige vertelboeketje kunnen presenteren aan de internationale gemeenschap. Wij sluiten af. Ik bied u de gelegenheid misschien nog een boodschap te brengen. We merken dat u een prachtig boekwerk heeft, de prachtige foto. U mag dat ook in beeld brengen. En onze kijkers, uw laatste boodschap brengen met betrekking tot storytelling. Meneer Van Eyck, we willen de cameraman zeer erkentelijk. Ja, u mag hem even in beeld houden. De cameraman. Ja, hier is hij. Dit is dit boekwerkje heb ik uitgebracht in 2000. Ja. En het heet Storytelling Millennium Proof Entertainment. En het is Millennium Proof Entertainment, want het houdt nooit op. Okay. Hier op dit plaatje, dat waarschijnlijk niet echt zichtbaar zal zijn voor de mensen. Ik weet u hem over? Ziet u de storyteller aan het werk voor een 10.000-15.000 man. Hoe bestaat dat? Ja, precies. En er zijn vele storytellers die dat kunnen. In broad daylight. Hetzelfde zie je terugkomen wanneer we staan voor een hele school. Want je kan natuurlijk vertellen voor 20 mensen, voor 200 mensen, maar ook voor 2000 mensen. En dit is eigenlijk, dan is de verhalen vertellen in zijn element. Okay. Dit is die warmte die ik met u wil delen. Het verhalen vertellen, lieve mensen, is een persoonlijk ding van mens tot mens. Er is geen enkel elektronisch medium dat die warmte die wij nu met elkaar delen, kan vervangen. Die is er niet. En dat doet de leerkracht, dat doet het kind en dat doet die verteller wanneer hij een oor vindt. Want je kan alleen maar vertellen wanneer er iemand is die luistert. Daarmee wil ik zeggen, lieve mensen, blijf luisteren. En neem het verhalen vertellen heel erg serieus. Paul Middelijn, het was een genoegen voor de presentator en van Apinti Radio en Televisie u vanavond in ons programma te hebben. Wij hopen dat u in alle opzichten succes zult boeken. We zijn ervan overtuigd, niet alleen hopen. En het succes zal niet uitblijven. Als u het nodig acht,
kunt u ten alle tijde weer bij ons op de deur kloppen. Het was een bijzondere eer en genoegen u in ons programma te hebben. Hetzelfde geldt voor mij. Ik wil Apinti ook heel erg hartelijk danken. Met name ook noem ik Apinti bij een van de stations die gratis de medewerking heeft toegezegd om de kracht van storytelling te promoten. En met dit interview zet u eigenlijk de punt erachter. Weer achter de tafel. Het was genoeg. To the point. Nogmaals het beste en succes. Dank je wel. Achterkijkers, u thuis, wij willen u ook dankzeggen voor uw aandacht. Wij wensen u een genoeglijke kijkavond verder. En zeggen graag tot de volgende To The Point uitzending. Graag tot dan. Fijne avond.